Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Stevens Podiumgasten. We gaan meteen beginnen. Hier is voor u Chris de Roo. De ziel onder mijn arm, mijn handen in mijn haar. Je gaf je hart aan hem, zonder een bezwaar. Want als ik jou weer zie, dan voel ik zo verdriet. En breek mijn hart in 100.000 stukken. Maar misschien, als jij me dan weer ziet, verlangt je hart om meer van mij te houden. Meer van mij te houden dan het eerder deed. Zonder jou te moeten leven kan ik niet. Alles doet me denken aan jou. Wat ik ook doe, dat steekt niet zo nauw. En als ik dan mijn zinnen verzet, wordt door ons verleden ons toekomst belet. De ziel onder mijn arm, de handen in mijn haar. Je gaf je hart aan hem, zonder een bezwaar. Want als ik jou weer zie, dan voel ik zo verdriet. En breek mijn hart in 100.000 stukken. 100.000 stukken, maar misschien, als jij me dan weer ziet, verlangt je hart om meer van mij te houden. Meer van mij te houden dan het eerder deed. Zonder jou te moeten leven kan ik niet. Nee, zonder jou te moeten leven kan ik niet. Want als ik jou weer zie, goedenavond Chris. Goedenavond Jeroen. Welkom terug. Ja, welkom inderdaad terug, hè? Ja, het is alweer een jaar geleden eigenlijk. Ja, zo'n jaar is echt zo snel voorbij. Ja, zeker. Hoe gaat het met je? Het gaat goed. Ja, wat is er allemaal gebeurd? Redelijk, zeg maar. Redelijk. Ik ben onlangs natuurlijk geopereerd aan mijn heup. Dus ik heb een nieuwe heup gekregen. Ja. Ik heb te veel op het podium staan te dansen, denk ik. Ja, zo jong, nu al versleten. Zo versleten is die. Was die. En ik ben een jong. Ja. En mensen zeiden altijd, je bent nog jong voor een nieuwe heup. Ik zei, ja, maar ja, ik zeg, er is niks anders aan te doen. Ik zeg, er is wel wat aan te doen. Een nieuwe heup erin. Ja. Dat ging zo. En ging het wel makkelijker dan? Ja, het was, ik had een hele pijnlijke periode. Het was wel dat ik echt in de auto, uit de auto, uit bed, in bed. Het was allemaal heel pijnlijk, weet je. Ja. Omdat alles bord op bord was. Ja, tuurlijk. En dan is dat wel zeer pijnlijk. Dus daar liep ik al heel lang mee. Dus ik moest een keer wat aan doen. Maar ja, ik wist niet wat het was. Dus ik denk, ik ga een keer naar de dokter. En dan ben ik geen dokterganger, zeg maar. Toch maar een keer vragen van, wat is dat dan precies? Nou, dat kan ik van de buitenkant niet zien, zegt die dokter. Dus nee. Ga maar foto's maken. Dus dan ga je foto's maken. En dan komt het dus uit een versleten heup. Ja. Hij zei dat op een manier van, ik heb slecht nieuws voor je. Ik had 's morgens foto's gemaakt en 's middags belde hij mij. Hij zegt, Chris, ik heb slecht nieuws. Ik denk, nou, daar ga je. Nou, daar ga ik. Ik zeg, nou zeg ik maar dan. Ja, versleten heup. Ik zeg, wat?
Wat zeg je nou? Versleten heup. Ik zeg, noem je dat slecht nieuws? Nou, is dat slecht nieuws? Ik zeg, ja, maar ik zeg, je doet nou net of ik als ik dood ga hier. Nee, of doe ik zeg, maar gelukkig is er wat aan te doen, meneer de dokter. Nee, dat klopt. Dus heb ik een afspraak gemaakt. Dus ja, geopereerd, onlangs. Ja. Dus je kan er hier een paar jaar tegenaan. Ja, het is nog eventjes revalidatie hier en daar. En nou ja, goed, ik loop er alweer een beetje over. Nu loop ik met één kruk, dus dat gaat de goede kant op. Alles op zijn tijd, hè? Gelukkig. Zijn er nog een aantal dingen voor jou veranderd rondom Chris de Roo? In het afgelopen jaar? Nou ja, veranderd. Nou, op zich niet zo. Ik bedoel, we hebben natuurlijk wel, we hebben natuurlijk een hele coronaperiode meegemaakt. Nou, iedereen weet daarvan natuurlijk. Ja. En ik heb natuurlijk wel een periode gehad waarvan ik dacht van, wat moeten we nou gaan doen? Want nou ja, er was natuurlijk weinig te doen. Ja, behoorlijk. In die tijd zijn we cafetaria begonnen met mijn vrouw. Ja. En dat is wel heel erg gewaagd natuurlijk. Ja, zeker joh. Dat was echt gewoon een sprong in de diepe in principe. Ja. Want ik denk, ja, ik heb er helemaal geen verstand van. Ik stond altijd aan de andere kant, vond ik veel leuker natuurlijk. Ja, tuurlijk. Eten, ja. Dat is veel lekkerder. Ja. Maar nee, we zijn begonnen. En zij wilde natuurlijk altijd iets met haar hapjes, Braziliaanse gerechten. Ja. Maar op. Dat hebben we gedaan. We hebben een ruimte gevonden, een cafetaria, maar goed. Was niet makkelijk, maar het loopt nog steeds goed. Ja, inderdaad. Het loopt. Ja, want de coronatijd heeft natuurlijk ook jouw 20 jaar jubileum in de weg gestaan. Het heeft boek in de weg gestaan natuurlijk. Boek nog. Hoe zijn nu die ontwikkelingen dan? Nou, dan gaan we gaan het wel weer langzamerhand gaan we het wel weer oppakken natuurlijk. Met jubileum. Concert daar gaan we wel weer mee bezig. Maar dat moeten we toch nog maar even kijken hoe en waar. En ja, gewoon lekker op je eigen manier en rustige periode uitwerken. Ja, lekker mooie rustige periodes. Dus ik heb nu natuurlijk wel weer gewoon weer lekkere optredens te pakken. Dus dat gaat wel weer de goede kant op. Inderdaad, dus we hebben heel lang stilgezeten. Ja. Wat is dan de belangrijkste les wat je hebt geleerd? Genieten van kleine dingetjes. Zoals? Nou ja, weet je, kijk als je weet zelf, als je zingt en je bent een bepaalde artiest en je wordt veel gevraagd, dan ben je alleen maar onderweg en weg en weg en weg. Altijd maar. En ik heb in die periode toch wel geleerd van ja, het is niet altijd het belangrijkste. Nee. Het is leuk, maar niet het belangrijkste. Ik vond het wel fijn om 's weekends wel eens thuis te zijn. Ik dacht, oh, heerlijk. Ja, want je hebt ook een gezin. Ja, precies. Je denkt, oh, dat is ook wel lekker. Dan kun je lekker met je gezin weg, ergens naartoe. En dan, je bent het weekends altijd maar apart. En toch al nu een vrouw die hard werkt. Ja, dus, en nu is dat natuurlijk ook al wat weer anders. Alleen, ik vond het wel relaxed. Ja. Maar goed, op een gegeven moment dan ga je ook wel weer denken van ja, ik wil ook wel weer graag het land in. Ja, tuurlijk toch? Ja. Wat vond je het moeilijkst dan in die tijd? En wat voor zin bedoel je? Het moeilijkste in de coronatijd, dat je dus bepaalde dingen gewoon helemaal niet mag. Nou, ik vond het moeilijkste. Het allermoeilijkste vond ik die avondklok. Ja. Dat vond ik moeilijk. Ik denk, ja, hallo. Keurig aangehouden. Hè? Keurig aangehouden. Nou, nee, niet. Ik had een hond, die moest uit. Tuurlijk, zeker. Ja, die moet zeker wel uit dan. Ja, die moet ook helemaal uitgelopen. Ook al is dat de hond van de buren. Ja, dat was wel leuk. Dat was ook echt de eerste avond. En dan was er ook handhaving, hè? Autootjes. Ja. Die reden langs en. En ik was 's avonds met die hond uit en toen stopte ze van, hey, is dat wel een echte hond? Want ze hadden in die periode natuurlijk allemaal mensen die... Nee, werkt op een batterij. Ja, die dacht, ik is een echte hond. Geen probleem, oh, nee, dat is goed. Maar je mocht niet met z'n tweeën lopen ook niet. Nee, dat hele zeker pad, niet. Hele patte ding toch wel. Ja, dat vond ik nog wel moeilijk. Maar voor de rest, ja. Ik vond, je had natuurlijk wel meer tijd om na te denken over allerlei dingetjes op zich. Dat zeer zeker. Ja. Ben je ook anders gaan kijken naar de toekomst? Nee. Toch niet? Nee. Nee, niet echt. Want eigenlijk, je mist een tijd. Ja, tuurlijk. Je mist wel. Tuurlijk, dat mis je. Alleen, ik ben niet echt in die zin. Nee, dat ik denk van, oh ja, ik moet anders in de toekomst. Ja, misschien dat je dan denkt van, misschien dat je wat meer kunt. Ja, relatief veel van een keer een weekend niet doen en een keer zoiets, maar ja, dat is altijd moeilijk. En als je dan terugkijkt naar alles wat je hebt gedaan, wat zou je dan anders doen? Moeilijke vraag, joh. Of misschien wel over?
Nou, als, overdoen, ja. Ja, maar dan moet ik wel wat ik nu weet. Dan zou, ja. Zou anders zijn. Dat maakt het makkelijker. Ja, ja, weet je, ik heb natuurlijk heel veel dingen gedaan en daar heb ik geen spijt van. Daar heb ik natuurlijk hele leuke dingen meegemaakt al. In zoveel jaar. Dus ja, daar heb ik geen spijt van. En ik, ja, wat anders zou moeten, weet ik eigenlijk, ja, weet ik niet. Nee, hè? Nee. 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 Kijk, ik ben wie ik ben en ja. Ja, zo is het. Tuurlijk, en iedereen wil nog meer succes, maar er is zoveel, Jeroen, dat weet je zelf. Ja. Het is allemaal leuk, succes is allemaal leuk. En als je liedjes uitbrengt en dat slaat aan, is allemaal prima leuk en is allemaal leuk en aardig. Maar het belangrijkste is toch wel genieten van kleine dingetjes, hoor. Ja, dat zie je zeker. Ja, absoluut. Vind ik echt. Wat een ander ook zegt, is een clip die jij al een tijdje geleden hebt uitgebracht. Wat kun je daarover vertellen? Daar heb ik helemaal spijt van. Nee, hè? Zeker dat was in 2009 was het. Ja. En dat was in de periode dat André Hazes was natuurlijk al lang overleden in 2004. Maar ik heb de oude André Hazes ook best wel gekend. Ik heb natuurlijk wat voorprogramma's met hem mogen doen toen in die tijd. Ja. En toen in 2009 toen kwam een liedje Wat een ander ook zegt op mijn pad. En ik zei, dat wil ik opnemen. Maar dat was van hem. Daar moest je toestemming voor vragen. Aan Rachel Hazes. En dat hebben we gedaan. En toen moest ik het eerst opnemen. En dan sturen naar haar. En dan kijken of het mocht uitgebracht worden. Ja, zo ging het daar. Ja. Nou, en zij was daar wel door overbluft. Want het was eigenlijk een klein beetje origineel gehouden. Maar toch ook weer niet. En toch wel op een andere manier gezongen. Ja, dat vond ze helemaal perfect. Vond ze geweldig. En dan mocht ik het uitbrengen. Dus, en dat heeft mij ook best nog wel wat gebracht. Dat is dan geen tricky dingetje. Want je komt dan wel aan André Hazes. Ja, Hazes de basis. En dat vond ik ook wel best nog wel eng, hoor. Want mensen hebben wel een mening. Ja, tuurlijk. Erover, weet je wel. Ja, je moet niet aan liedjes van Hazes komen, maar dat kan niet, bla 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 bla. Maar moet je, kijk, bij sommigen denk ik van nee, blijf er maar vanaf. Ja. Heel eerlijk. Maar nou ja, goed, ik heb het op een manier gezongen waarvan ik dacht van, ik doe niet na, ik doe helemaal niks, doe mijn eigen ding. Precies, dit is Chris. Ja, en dat was nou, ja, net even goed, geloof ik. Want dat kwam ook binnen de top 100 en dat ging goed. Ja, het heeft goed uitgepakt. Ja. Ja, we gaan er naar kijken. Yes. Ja. Chris Ro, Wat een ander ook zegt. Laat ze maar gaan. Laat ze maar praten over anderen. Laat ze maar gaan. Ze hebben anders niets te doen. Laat ze maar gaan. Ze maken zelf toch nooit geen fouten. Laat ze maar gaan. Ik wil het toch niet overdoen. Wat een ander ook zegt. Laat ze gaan, laat ze doen, laat ze praten. Wat een ander ook zegt. Nee, het kan me echt niet schelen. Jij moet weten dat ik mij niet druk kan maken. Jij moet weten wat ze ook zeggen. Ik maak me niet druk. Laat ze maar gaan. Ja, al die zogenaamde vrienden. Laat ze maar gaan. Dat je je kwaad maakt heeft geen zin. Laat ze maar gaan. Je moet er echt om blijven lachen. Laat ze maar gaan. En vlieg er maar niet in. Wat een ander ook zegt. Laat ze gaan, laat ze doen, laat ze praten. Wat ze ook zeggen,
Heb je ook een dagelijks ritueel? Ja. Ja, vertel. Als ik wakker word 's morgens, het eerste wat ik doe is koffiepot aan. Ja. En is het 1 of 2? Nou, dat wordt er vaak 3. Toch wel. Helemaal strak van de koffie. Ja, koffie, echt een koffiemens. Ja. Ja, ja, ja. De eerste wat ik doe is koffie aan, hond erin uitladen. Eventjes een rondje, een blokje. En dan, ja, en dan dan gaan we eventjes binnen gaan met koffie. Ja, lekker toch? Heerlijk. Slippers. Moet kunnen. Ja, en dan, nou, oh ja, kindjes naar school brengen natuurlijk. Hè. Ja. Brian naar school brengen, dat hoort er dan ook bij. Nou, dan ga ik terug en dan drink ik nog een kop koffie. En dan gaan we zo langzamerhand gaan we dan, ga ik me dan klaarmaken voor dingen die ik dan die dag moet doen. Of zo. Ja. Ja. Heb je ook een huishoudelijke taken gekregen? Ik heb altijd huishoudelijke taken. Want ja, Kedia is ook terug natuurlijk in de zaak. Dus. We doen wel samen, maar ik vind het ook mooi en dat, om te doen. Ja. Als mijn huis schoon is, dan ben ik blij. Ja, tuurlijk. Ja, alles zeker. Opgeruimd. Ja, ook in je hoofd. Opgeruimd, strak, netjes. Dan functioneer ik de hele dag heel goed. Ja. Echt. En waar heb je een hekel aan dan? Waar een hekel aan heb? Ja. Aan de buren. Nee. Laat me niet horen. Nee. Van heb je hele lieve buren. Nee, ik heb goede buren. Nee, waar ik een hekel aan heb? Jezus, ja, nee, ik heb niet zo'n hekel aan dingetjes. Nee, hè? Nee. Ik ben niet zo'n, nee. Je hebt nog niet geen ervaring met een echt een dingetje waarvan je denkt van, nou, sorry, dit gaat echt te ver. Nee, nou ja, nee, ja, hekel aan. Waar heb ik een hekel aan, joh? Ja, ik heb wel een hekel aan opdringerige mensen. Ja. Of mensen waarvan ik je moet, ik moet, nou ja, ik moet helemaal niks. Maak je dat veel mee? Ja. Toch ja, wel? Je moet dit en je moet dat. Ja, ik zeg, ik moet van alles, maar op mijn tempo. Ja, dat ben ik wel eens. En hoe ga je dan daarmee om? Maak je dat dan duidelijk van, oké, dat wil ik even niet zo op die manier? Ik negeer het. En dan denk ik van, ja, hallo. Op mijn manier. Niet... Maar dan durven ze te zeggen, ja, luister je wel. Ja, ja dat klopt. Ja. Dat klopt. Ja, daar heb ik een hekel aan. Maar goed, ja, soms word je wel eens een keer geleefd. Dan moet je ook van alles. En dat prima. Ja. Maar ja, ik heb er wel een hekel aan. Dat snap ik. Je hebt best wel met veel leuke samengewerkt. Ja. En met wie zou je nog meer willen samenwerken? Dat klinkt misschien stom, hè? Maar kijk, in het verleden heb ik een heel mooi duet gedaan met Glennis Grace. Ja. Ja, iedereen kent Glennis Grace inmiddels natuurlijk van de Jumbo. Onder andere. Patje Matten. maar ik zou dan nog een keer, ik zou nog een keer met een duet met haar willen. Ja, zou dat aandurven? Opnemen of zo. Ja, ja, zeker. Ook met alle kritiek die je kan krijgen? Wat zei je? Ook met alle kritiek die je dan kan krijgen? Ja, het zit mij niet. Eigenlijk, kijk, zij is een fantastische zangeres. Ja. En wat ze heeft gedaan, nou ja, ik vind dat het buiten staat. De media blaast ook een heleboel dingetjes op, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar goed, wat ze misschien heeft gedaan is niet helemaal goed te praten. Maar ja, je kind, ik weet niet wat ik zou doen. Nee. Weet niet wat had ik had gedaan. Nee, ik denk dat elke ouder voor mij hetzelfde gaat doen. Dat is natuurlijk wel een dingetje. Ja. En ja, misschien moet je 10 keer nadenken omdat je een artiest bent. Omdat je in de belangstelling en publiciteit staat. Dat snap ik ook wel. Misschien had ze dat moeten doen. Maar ja, je moet ook een keer klaar zijn. Hè? Mensen uit de Jordaan kunnen best wel temperamentvol zijn. Komt natuurlijk toch? Ook. Maar moet toch ook een keer klaar zijn. Dat je denkt van, nou, hallo. Ja, hoe lang wil je doorgaan? Haar opdracht moet niet verdwijnen. Waarvoor? Dat is ook niet eerlijk. Nee, vind ik. Het gaat om de kwaliteit die ze levert. Dus met Glennis zou ik nog eens een keer. Ja, ik ken Glennis ook wel best wel goed. Eigenlijk. Ja. Maar daar zou ik nog best nog wel. Er is er nooit van gekomen. Maar ik heb een keer een duet met haar gedaan. Was fantastisch mooi. Ja. En opnemen zou ik het best nog wel willen. Zou jij dan daar zelf voor gaan benaderen? Ikzelf? Ja. Ah, weet ik niet. Ja. Ja, misschien wel. Even via. Ja, dat zou ik misschien wel. Regel even wat. En als er meer info wil, bel me. Dat is niet nou de kans nog, hè? Ja, toch? Hoe was de zoektocht naar je eigen stijl? Ja, ik zong altijd. Toen ik begon, ik ben heel vroeg begonnen natuurlijk, maar ik was geen Nederlandstalige zanger. Nee. Ik zong eigenlijk alleen maar Engelstalige dingetjes en ik zong natuurlijk heel veel van René Vroeger. Vroeger. En daar is het ook mee begonnen, hè? In de Soulmix Show, bla bla. Ja, daarna, na die Soulmix Show periode, toen kreeg ik contact met een best wel een grote maatschappij. En die zei van, jij moet Nederlands gaan zingen. Nou, dacht ik niet. Nee.
Ja, niet dat ik Nederlands ging doen. Ik zeg, want dat is helemaal niks. Nee, was toen in die tijd nog natuurlijk een beetje... Ja, maar dat was steeds populair, bla bla. Ik zei, ja, kan allemaal. Ik zeg, maar ik vind niks. Nee. Toen kreeg ik een liedje aangedragen, Als ik er morgen niet meer ben. Nou ja, dat vond ik natuurlijk wel heel mooi. Het was een heel mooi liedje. Het is een mooi tekst, nummer. Een goede tekst. En ik dacht, nou, daar zag ik op zich wel zitten. Ik zei, nou, maar het is Nederlands. Ja. Dus dat zijn we gaan doen. Nou ja, dat is ook best nog wel heel goed gedaan. Zeg maar. Ja, en de rest is geschiedenis en het loopt nog steeds goed. Ja, het loopt nog steeds ja, goed. Ja, toch? Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, dus dan... je bent niet echt op eigen initiatief dus Nederlandse circuit ingegaan, je bent gestuurd. Nee. Ja, ik ben gestuurd in die zin, ik ben er wel een kant op geduwd, van dat moet je echt gaan doen. Probeer het maar eens. Nou, en toen begon ik het wel leuk te vinden op zich. Ja, op dat moment ben je wel gaan zwichten. Ja. Kan dat juist door en als ik er wel ben. Ik zing ook nog steeds Engelstalig hoor, als ik ergens optreden doe ik ook Engelstalige liedjes. Ja. Maar toch natuurlijk, de grootste gras is natuurlijk gewoon Nederlandstalig. Dat zie je zeker. Ja. 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 Hoe onderscheid jij jezelf? Ja, weet je, er zijn zoveel zangers en er zijn zoveel zangeressen die elkaar allemaal een beetje misschien proberen na te doen. En dat deed ik natuurlijk vroeger ook door René Vroger na te doen. Omdat het gewoon was een voorbeeld van je. Je vond het fantastisch. En daar heb ik wel omgedraaid, vind ik zelf. Ja, want in mijn ogen heb je dat vroegtijdig losgelaten dus. Ja, ja. Ja, dat is zo. Ja, ja, bedoel, ik ken jou niet anders als gewoon Chris de Roo en niet echt als een imitatie van... Ja, dat is nu heel lang gelukkig al iemand die mij... Chris de Roo, dus dat is een goed ding. Ja. Dat is wel een... Dan heb je een eigen gezicht. Precies. En kijk, als ik bijvoorbeeld als ik Tino zie, dan zie ik nog steeds René. Ja, maar je hoort het nog steeds René. Je hoort het ook nog steeds. Ja. Weet je, dus hij heeft wel een eigen publiek nu en hij is... Hele goede zaal. Maar ik heb nog steeds denk van ja, ik ben nog steeds René. Ja, in mijn ogen. Inderdaad. Ja. Maar vond jij het dan niet spannend om dan echt jouw ware ik te laten zien? Ja, ja, best wel vreemd eigenlijk. Want de eerste keer dat ik op radio was met dat liedje, denk ik, ik kon er helemaal niet naar luisteren. Nee, hè? Nee. Waarom niet? Ik vond dat gek. Ik weet niet, het Nederlandstalig, dat vond ik eerst gewoon niet bij mij passen. En ik kon er gewoon niet naar luisteren, maar iedereen vond het geweldig. En ik ben er ook in gaan geloven, hoor, op een gegeven moment. Ja. En op een gegeven moment, als ik maar meer mezelf hoorde, denk ik, oh ja, oké. Okay, ja. Dan wordt het eigenlijk een beetje normaal. Precies. Maar ik vond het best nog wel een dingetje, denk ik. Ja, ja, dat snap ik wel. Ja. Je hebt genoeg tijd gehad om na te denken over van alles en nog wat natuurlijk. Wat kunnen we binnenkort van jou verwachten? Nou, ik ga wel weer met een nieuw liedje aan de slag. Ja. En tussentijds heb ik nog een dingetje waar ik heel graag een beetje rugbaarheid aan wil gaan geven. Dat is toch wel iets wat met Rusland en Oekraïne te maken heeft. Dat is een liedje die ik heel graag nog wil gaan doen ten goede van die oorlog. Ja, ik was er nooit zo'n voorstander om dat te doen, want dan is het lijkenpikkerij en dat soort dingen. Ja. Maar ik voel de behoefte om dat te doen. Precies. En dus ik ga het ook gewoon doen. En daarna komt er een liedje, wat weer van mezelf. Dat wordt waarschijnlijk gewoon echt een lekker up-tempo plaatje. Ja. Lekker, ja. Ik loog tegen jou, dat is dan het laatste wat je hebt uitgebracht. Ja. Is dat een antwoord op je loog tegen mij? Ja, dat zou misschien best nee. Ja. Nee. Ja, wat is de link? Ja. Loop tegen mij. Dat is wel een heel ander liedje. Ja, toch? Dat is niet nee, ja, nee. Ik, nee, dat is niet echt de. Het is het laatste liedje wat ik heb uitgebracht. Nou ja. Ja. Voor mezelf, ik vind het een hartstikke leuk liedje. En ik heb het ook hartstikke leuk mee gehad. Maar niet fantastisch of zo. Nee. Zelf. Was geen wereldhit of zo, of dat heel goed heeft gedaan. Nee, vond ik niet zelf niet. Maar ik vond het mooi. Voor die maar toch werd het goed ontvangen. Jawel. Jawel, jawel, jawel. Jawel, ook best wel, heeft het ook best wel leuk gedaan op radio, zo wel. Maar het had meer gemogen. Ja, maar denk je dan nu van, oké, ik moet dan nu weer iets totaal iets anders doen? Moet ik dan terugschakelen naar ergens in het begin, of? Ja, dat is een goeie. Nee. Ik ga wel weer kijken, want ik heb nou de laatste paar liedjes eigenlijk gewoon waren echt ballads, hè? 100.000 stukken. Ja. Ik loop tegen jou, ze zijn allemaal een beetje rustige dingetjes. Wordt tijd dat ik dan allemaal weer ga iets lekkers op podium voel. Iets sneller. Ja, dus ik vond dit echt radioliedjes, vond ik het. Ja. En mijn 100.000 stukken, ja, die was wel echt heel goed, hoor. Ja, dat was echt wel een klapper. Ja. Die heeft het heel goed gedaan. Absoluut. Ja, als ik dan op podium sta en ik het liedje doe, ja, je kunt daar niet. Kijk.
Natuurlijk, ik pak hem tussendoor, alleen het is niet een podiumplaat. Het is meer een radioliedje, vind ik. Dus je gaat dan meer terug van ergens hier op deze wereld? Ja, in die trant, ja. Ja. Ja, ja. Ga ik wel wat mee doen. We zijn zeer benieuwd. Het tempo. Ja, we gaan kijken naar je clip. Chris Rowe, ik loog tegen jou. Oh, ik loog tegen jou toen ik zei dat ik echt niets meer wist. Oh, ik loog tegen jou toen ik zei dat ik me had vergist. Ik was bang me opnieuw te verwonden aan dat hart van jou. Ook al zal het mijne nooit meer helen bij die andere vrouw. Oh, ik loog tegen jou toen je zei dat jij een ander had. Oh, ik loog toen ik zei dat ik het fijn vond dat jij nu gelukkig was. Diep van binnen voel ik liefde voor jou die echt nooit meer bekoelt. En waarvan ik besef dat die ook enkel voor ons twee is bedoeld. En als jij me liefde niet meer voelen kan, om te zien hoe ik naar jou verlang, om dat ene dat ik zijn. Weet dat het de ik een ander had. En ik loog tegen jou toen ik zei dat liefde een leugen was. Jij was bang je te binden en liet je verblinden door mij. Dus verloochende ik onze liefde, maar die blijkt niet voorbij. Dat ik echt niets meer wist. Chris, dankjewel voor je komst naar de studio. Ja, graag gedaan, hè? Graag tot de volgende keer. Zeker. Zeker. U bedankt voor het kijken. Volgende week, dan ben ik terug en dan ontvang ik... Gonna pack my suitcase and move on down the line. There ain't nobody worry. Voor nu een hele fijne avond. Dag!